die Straßen gehe und etwas Neues, Schönes sehe, weiß ich stolz darauf. Das hat mein Freund getan. Mein Freund, der Plan. Ich habe Geschichte meegemaakt. Ein Experiment von 40 Jahren. Sommigen gaan terug naar hun land van herkomst. Ik ga terug in de tijd. Want het land waarin ik geboren ben, bestaat niet meer. Zondag 13 augustus 1961. Een jonge vrouw van 18 jaar is op bezoek bij haar broer en tante in West-Berlijn. De zon schijnt, ze gaan naar het park, het is gezellig. Ze wandelen wat, eten een broodje. Als plots onder hen de grond openspleit en een lange dunne schaduw uit het binnenste van de aarde sluipt. Alles wat hij aanraakt verliest zijn kleur. Zwart-wit sporen uit slijm van een slak tekenen lijnen door de stad. Mensen rennen, mensen verstillen, mensen vallen om. Vallen om, mensen vallen, vallen. De schaduwman fluistert. De grenzen zullen vanaf vandaag gesloten zijn. Tot 12 uur vannacht kunt u van west naar oost. Bis 12 uur heute nacht kan ik van west naar oost. Nog 12 stunden. Ost, west, ost, west. Nog 8 stunden. Ost, west. Nog 4 stunden. Ost, west, ost. Nog 1 stunde. Wat ga je doen, jonge vrouw van 18 jaren oud? Wie offer je op? De moeder woont in oost, de broer en tante in west. En zij struikelt in tussenland. In de onderbuik een klomp ijs, met daarin een briefje met het beslissende antwoord. Wachten tot haar tong gesmolten is en de moeder als schoenzool heen gezakt om het onvermijdelijke uit te spreken. Ik werde. Terwijl de lange dunne schaduw vanaf de horizon toekijkt, zijn de tanks tevoorschijn gekomen. Gepanzerd zij aan zij, dreigend tegenover elkaar. Hun rupspanden op het asfalt, hun loop starend in de verte. Het is donker geworden. Ze grijnzen. Van de ene op de andere dag brak de grond open en rees een reusachtige muur op. Een plan waar de aanvoerder na de val van de muur nog trots op blijft zijn. De jonge vrouw, de tante, de broer, de grens. Ik renne zum Grenzübergang. Stop, zurück, ik moet mich noch verabschieden. De klomp ijs in haar buik is gesmolten. Het waterperk steeg, het briefje opengeweekt. Terwijl het besluit zich aan de oppervlakte opdringt, sijpelt het gesmolten ijswater langzaam haar ogen uit. Zonder omkijken loopt ze door. Weg van West-Berlijn. Op de baanhof neem ik de zug naar Hause. Moeder staat voor de tür, ziet mich in den arm. Ik wusste dat du terugkomst. Ihre Hände zittern. Sie ist auf einmal so alt geworden. Diezelfde nacht trekt de 21-jarige Hagen Koch in 15 centimeter dikke witte streep door het land. Erich Honecker proost op de vlekkeloze afloop. De jonge vrouw moet haar broer pas jaren later weer. De tante zal ze niet meer zien. Ze heeft haar beslissing nooit betreurd. Mijn moeder. Dit is Tanja die haar zus interviewt. Die is 10 jaar ouder. We hebben daar ook beelden van. Ja, ze wilde niet in beeld. Of eigenlijk wilde Tanja hen niet in beeld.
Ze zeggen zoiets als, je kon alleen iets worden in dit land als je je aanpaste. Ze proberen uit te leggen hoe je in zo'n situatie denkt, hoe je dan redeneert. Dit zijn de ouders. Die heeft ze ook geïnterviewd. Het zijn de voeten van de vader. Tanja was eigenlijk te klein om erbij te zijn, een beetje te jong. Ze zeggen wel eens dat het lijkt alsof ze achter een raam naar haar familie staat te kijken. Ergens hoort ze er helemaal bij, maar in dit verhaal niet. Oh, dit is de eerste keer dat Tanja een statiegevangenis bezoekt. Slaves will come to you and free you. Even in their darkest night, they'll see you standing there, my fellow, and they'll hear that you are screaming. Slaves will come to you and free you. All along, it is nothing. It's all of us or none. There is something beyond saving. The rifles are the chaining. All along, it is nothing. It's all of us or none. All the oppressed will avenge you. You, the one that they are hurting. Walk along with all the hurted, and with all of our weakness, we'll make sure that we'll avenge you. All along, it is nothing. It's all love, plus or not. Wat wilde jij worden als kind? Zwemster. Ik was heel goed tot mijn ouders me van les afhouden. Maar waarom? Zeiden ze niet. Je vroeg niet veel als kind, hè? Gewoon gemiddeld. En gelukkig? Was je gelukkig? Ja. En waarom wilde je eigenlijk zo graag Russisch leren? Weet ik veel. Nee, dat blijkt wel, ja. En hoe proeft het zand? Sorry? Oh, je kop ingestoken. Wat je niet ziet, bestaat niet. Heb je hele familie eronder? Papa, mama, zussen, opa, oma. Vonden ze het eigenlijk wel prettig zo. Lekker sociaal verbonden, lekker gecontroleerd. Oh, maar niet opa, hè? Opa was een Duitse soldaat. Waarom ben je niet gewoon in Duitsland verbleven? November 1989, 8:57. Wat nu? Niks. Ik ga bellen. Gewoon de boel dicht houden, niemand heeft ons geïnstrueerd. Oh god, daar komen ze al aan. Geen visum, geen doorgang. Ze nemen niet op. Bel je wel naar de rode telefoon? Ja, bel je één keer in je leven naar die gevreesde rode telefoon, nemen ze niet op. Geen visum, geen doorgang. De Russen komen! De Russen komen! Een psychotische vrouw belt op naar de crisisdienst in Nederland. De muur ligt om. Ze zijn niet meer tegen te houden. Ik hoor ze de Russen al komen met hun stampende laarzen. En ze komen ons verwoesten en vernietigen. En ze gaan iedereen vermoorden met hun kernbommen. Help me dan toch! Help me uit hun klauwen! Alles brandt! Bel nog een keer. Ja. Geen gehoor, Moskou blijft zwijgen. Ik ga niet schieten, hoor. Ja, en ik wil niet bedenken wat er met ons gebeurt als we ze doorlaten zonder bevel. Ja, maar Sjeboski die zei... Dat zijn er honderden. Sjeboski kan zo veel zeggen. We moeten de boel dicht houden, die daar zijn wij voor. Ja, maar dat kan toch niet kijken naar al die mensen? Wacht, wat zegt die Sjeboski dat toch af nu? Hey, omdat de journalist voor wanneer? Dit soort dingen gebeuren niet voor ons. Hé, geen visum, geen doorgang. Hè? Geen visum.
geen doorgang. Het is toch gewoon ingefluisterd door het Centraal Comité. Allemaal rustig nu. Het gaat nooit goed. Hoor jij in de vel? Nee, we roepen lekker op televisie dat de grenzen open zijn. Maar als sleutelpartij aan het verplaatsen is gestild. We hebben de camera ploegen. Dat hadden we nooit gevonden. Soms zie je het zich graag gedaan om elkaar staan op de vorm van de procedure. Maar we hebben nog alleen maar meer. Geen visum, geen doorgang. Geen visum, geen doorgang. Alle